Hallo en welkom allemaal uh, op mijn YouTube-kanaal en uh, eventueel op mijn blog. Ik heb vandaag voor jullie een mixed media-pagina. Het kwam totaal niet uit dat ik deze ging maken. Ik uh, ben heel druk met mijn Project 2018-workshop en uh, ik ben volledig inspiratieloos. En ik had wel zin om aan de slag te gaan met een mixed media-achtergrond en Valentijn-foto's. Op een scribblepagina. Dus ik heb besloten om dat gewoon te gaan doen. Want uh, als je ergens inspiratie voor hebt, dan moet je dat doen. Het is een hobby en het is leuk. En um, de leukste pagina's ontstaan vaak als je daar inspiratie voor hebt. En ik vind het persoonlijk ook wel een leuke pagina geworden. Het had even wat voeten in aarde. <laughs> Deze video is dan ook een kwartier lang. Dus pak vast een kopje koffie of een kopje thee. En uh, ga lekker kijken. En dan heb ik nog heel erg veel eruit geknipt. Want Mixed media betekent wachten tot je verf droog is. Dat is een beetje mijn, uh, mijn geval. En ik ben niet heel erg geduldig. Ik ben een beetje ongeduldig. Maar waar ik graag mee aan de slag wilde. En wat ik uit wilde proberen, dat zijn uh, deze poeders. Dit zijn de poeders van Linthis Stemkang. Ik heb ze al een jaar in huis, als het niet langer is. En, um, de, maar ik krijg nooit de resultaten ermee die ik mee hoop te. Um, behalen. En ik weet niet hoe het komt omdat ik ze verkeerd gebruik. Misschien verwacht ik andere materialen, misschien verwacht ik wat anders. Maar ik wilde er in ieder geval mee aan de slag. Nou, en om het, um, de achtergrond wat kleurrijker te maken, dacht ik, ik ga een, um, de packaging techniek doen met twee kleuren uh, spray inkt. Uh, tea dye van Prima Marketing en een um, uh, inktje van... Um, um, Heidi Swap. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen, want zoals je ziet is het een hele lelijke bruine kleur. En ik wilde een rood-roze pagina hebben. Dus ik besluit um, er uh, vol in te gaan en mijn pagina eerst een beetje nat te sprayen met water. En vervolgens een flinke spray uh, roze en rood toe te voegen van mijn uh, Distress sprays. Vervolgens voeg ik nog wat poedertjes toe. Tussendoor droog ik alles, maar dat heb ik er tussenuit geknipt. Want anders dan is het natuurlijk een hele lange video. Die ondergrond is trouwens die hartjes die zijn aangebracht met crackle paste. En ook dat is helemaal droog voordat ik aan de slag ga. Mijn achtergrond is nu... Waarvan ik denk, oké, okay, ik uh, laat hem voor wat het is. Ik ga aan de slag met wat embellishments. Deze pagina gaat over een liefdesbrief die mijn zoontje gekregen heeft op, uh, met Valentijnsdag. En um, ik had deze stans gekregen op, uh, op de beurs uh, met een liefdesbriefje. Dus die wilde ik natuurlijk gebruiken. Dus ik uh, heb hem gestanst uit uh, kraft en wit papier. En er zitten ook drie hartjes bij. Die heb ik ook gestanst. Omdat dat kraft maar zo kraft is, wilde ik hem uh, bestempelen met hartjes. En deze hartjesstempels komen uit de Love You Tons set van Pinkfresh Studio. Daar zitten hele kleine uh, achtergrondhartjes in. Wat natuurlijk perfect is voor dit soort hele kleine projectjes. Dus die wilde ik graag gebruiken. En ik stempel met mijn Distress Oxide inkt. In de kleuren um, Spiced... Nee. Ja. Sugar Spun. Nee. Ik ga het opzoeken voor je. In de kleuren Picked Raspberry en... Candied Apple. <laughs> ik moest echt even opzoeken welke kleuren het nou waren. Uh, maar deze stempel ik ook op de achtergrond van mijn, uh, van mijn pagina. Uiteindelijk zie je er denk ik niet heel erg veel van terug. Want ik uh, bedek namelijk heel erg veel van mijn achtergrond. Omdat ik hem nog niet vind zoals ik hem gehoopt had. Het, het uiteindelijke resultaat van mijn pagina vind ik wel heel, heel tof geworden. Dus misschien um, hoort dit proces er wel bij omdat ik nog wat lichtere vlekken wil in mijn uh, achtergrond, besluit ik wat uh, antiek linnen, oxide inkt, toe te voegen. Hier zie je niet heel erg veel van terug. Het brengt wat um, effecten aan op de achtergrond. Nou goed, ik um, laat dit drogen. En je ziet als het drogen zie je wel wat een soort van watervlekken. En dat is, denk ik, de Distress uh, uh, inkt die je ziet. Ik um, heb hier mijn foto's. Het zijn twee foto's op een 3x4. Ehm. Um, Formaat en ik uiteindelijk voeg ik er nog een foto aan toe omdat ik uh, ja, ik miste wat in mijn ontwerp en uh, ik miste eigenlijk ook wel het, uh, het briefje zelf, dus daar heb ik uiteindelijk nog een foto van gemaakt en uh, die uh, plaats ik hierboven. Omdat dit wit ook maar zo wit was, heb ik uh, de, uh, het briefje gedistressed of met de oxide blending tool nee, met de blending tool de oxide inkt toegevoegd. Matthijs kon mij heel even helpen met de pagina. Die wil even kijken wat ik aan het doen ben. En hierna, nadat deze pagina afgelopen is, ben ik met hem ook nog even aan de knutsel gegaan. Want dat uh, wilde hij toch wel heel erg graag. Hij wilde ook even stempelen en uh, kaartjes maken. Dus dat hebben we gedaan. Ik uh, voeg hier twee stempels toe van Judicant. De een heet een Suncoil, geloof ik. En de ander is een soort van Starburst. Ik zal de namen even opzoeken en dan uh, in de YouTube-beschrijving erbij zetten. Um, nu neem ik een stempelset van Flora en Fauna. En dit is een background set, geloof ik. Background set 2 uit mijn hoofd. Ook deze zal ik de juiste benaming uh, in de beschrijving erbij zetten. En vooral deze streepjes, die vind ik echt super tof. Die um, voeg ik toe. En ik maak ook een klein embellishment clustertje aan de zijkant, onderin. Ik voeg uh, um, een tekstje toe, Love and Joy. Uh, deze zie je uiteindelijk niet heel veel. volgens mij zie je hem nergens meer terug. ik vond hem ook niet zo mooi als dat ik uh, gehoopt had. hier besluit ik dat ik het briefje heb ik eventjes uh, snel gefotografeerd en uitgeprint met mijn selfie en um, voeg ik toe aan mijn pagina. dus nu wordt het tijd om mijn foto's te voorzien van wat papier. ik ga papier erbij pakken van uh, Pinkfresh Studio. Van de B.U. collectie. Oh, ik ga eerst nog even, stem, even spetters maken. Collectie. <laughs> ik dacht dat ik al eerst papier ging doen. Ik, heb eerst, ik doe al het eerst de video bewerken. En bekijken wat ik allemaal doe. En vervolgens spreek ik hem in. Dus dan denk ik af en toe dat ik weet wat ik ga doen. Maar dat weet ik dus helemaal niet. Ik uh, ga spetters toevoegen. Om mijn achtergrond wat leuker te maken. En deze spetters die hebben echt de, de achtergrond gered. Dat moet ik eerlijk zeggen. Op een kleerblok um, voeg ik wat uh, van dat poeders toe. En wat water. En ik gebruik een... Um, ja, Brush kwast, een waaierkwast, denk ik dat het is voor spetters. En dat had ik echt eerder moeten ontdekken. Wat een fijne kwast om daar spetters mee aan te brengen. Ik breng ook nog wat spetters aan met de inkten of de mist zelf. En dat doe je door ze open te uh, draaien en vervolgens uh, op het stokje te tikken. En dan uh, krijg je allemaal uh, wat uh, spettertjes. Ik had ook wat uh, mist daarvan op mijn uh, blokje gesmeerd met wat water erbij. En vervolgens uh, krijg je dus. Een verfje. Dus deze spatters die hebben echt wel mijn pagina gered. Ik voeg ook nog wat goud toe. Dit is goud van Prima Marketing. En deze heet Emperor's Gold. Het is meer een beetje een koperwarme goud. Koperkleurig goud uh, kleurtje. En het is echt wel een van mijn uh, favorieten. Dus mijn pagina ga ik laten drogen. En ik voeg ondertussen ook nog eventjes in die uh, Starburst pons of stempel. Wat uh, Nuvo Crystal Drops toe. En die zijn doorzichtig. Dus je ziet dan alleen een klein glimmertje. Nou, hier ga ik aan de slag met mijn papier. Ik haal uit dit blokje alleen de roze kleurige papiertjes. En uit het blokje van Amy Tangerine haal ik de zwart met uh, plusjes en een goud met witte stipjes voor de accentkleurtjes. En omdat ik uh, nog niet zo goed weet wat ik er precies mee wil gaan doen, snijd ik ze allemaal op uh, 4 inch zodat ik in ieder geval de papiertjes ook nog als Project Life kaartjes kan gebruiken. En dan de strookjes die overblijven, die ga ik op deze pagina gebruiken. Uiteindelijk pak ik dat grote papier er wel nog bij uh, om mijn foto's te matten. Maar nu uh, ben ik de achtergrond nog aan het maken. Ik dacht eerst ik ga um, streepjes achter doen, op de achtergrond doen van mijn foto's. Maar uiteindelijk wil ik ze toch nog even matten op een papiertje. En dit doe ik op een restpapiertje van Crate Paper Good Vibes. En ik mat ze allemaal op hetzelfde papiertje. En dat blauw, dat is ook het enige blauw eigenlijk wat in de pagina terugkomt, zorgt net even voor dat die foto's wat meer opvallen dan de rest van de achtergrond. Nu wordt het tijd om mijn, uh, om mijn pagina een beetje in elkaar te gaan zetten. Um, de nuwodrop zijn droog, die check ik eerst eventjes. En op deze manier um, komt de pagina uh, tot leven. Ik vind hem eigenlijk wel leuk worden nu. Ik zit nog steeds in de fase dat ik denk, hmm, vind ik dit wel leuk. Uh, mijn zoon wilde een fotootje hebben, dus die uh, knip ik even uit voor hem. Hij wilde ze allebei. <laughs> uh, want uh, dan kon ik weer verder scrappen. Dus ik besluit al mijn strookjes in uh, drieën te knippen. Allemaal ongeveer strookjes van ongeveer centimeter uh, breed. En ik knip ze bewust met de hand, waardoor ze iets schever en rommeliger zijn, als dat ze heel netjes met de trimmer gesneden zijn. Dit doe ik expres, want dat vind ik, uh, dat vind ik leuk. En vervolgens um, ga ik een streepjes achtergrond maken. En ik kom erachter dat er een Nuvo-fleak uh, in mijn telefoon zit. Die haal ik er even uit met een, uh, met een pincetje. Ik um, voeg ze toe in een bepaalde volgorde. En als ik denk, nou, dit vind ik leuk. Dan maak ik er een foto van met mijn telefoon. En um, ga ik verder aan de slag. Of om het op te plakken, eigenlijk. Maar dan weet ik in ieder geval hoe het ook weer lag. En ik weet het, ik bedek heel erg veel van mijn mixed media. Maar ik denk dat dat wel echt. Onderdeel is van de manier waarop dit soort pagina's gemaakt worden. Je ziet vaak altijd alleen maar heel klein beetje de randjes, en dat is dan wat ik mooi vind, maar die randjes die krijg je dus alleen maar, denk ik, als je in het midden een hele grote vlek hebt. <laughs> dus mijn pagina's die hebben dat. Met mijn bannerpont maak ik banner-uiteindes aan de, aan de strookjes papier en vervolgens ga ik ze opplakken met mijn Scotch ATG gun. Um, ik hou er wel rekening mee dat ze misschien niet heel goed plakken, omdat je natuurlijk over um, inkt en um, uh, crackle paste aan het plakken bent. Uh, maar uiteindelijk um, hoefde ik niet extra een lijm toe te voegen. Bij de foto's wel, die zijn een wat grotere oppervlakte, misschien, die hebben daar misschien wat meer last van dan uh, enkel de, um, de strookjes. Maar um, ik zorg er wel voor in ieder geval dat het hele strookje beplakt is uh, met lijm. Ik plak de strookjes terug zoals ze op mijn uh, uh, foto zitten. Die uh, telefoon ligt buiten beeld, maar op die manier uh, kun, kan ik spieken hoe het eruit ziet. En um, ga ik weer verder met mijn foto's. Ik besluit dat de foto's nog um, iets nodig hebben om eruit te springen. Nu uh, verdwijnen ze een beetje in de achtergrond. Dus ik neem de uh, kaartjes die ik uh, gesneden had... Um, Waar ik de strookjes zeg maar, van afgesneden had. Uh, en daarmee uh, mat ik de foto's. En um, matten, ja, dat is gewoon je foto op een papiertje plakken. En het papiertje iets groter uit, uh, uitknippen. Of snijden. En in mijn geval heb ik hem uh, aan de onderkant afgescheurd. Want dat vind ik ook wel weer een beetje net wat leuker effect uh, geven. En um, daardoor, doordat je je foto's framet... Um, Komen ze vaak wat meer naar voren? Zijn de kleuren wat sprekender? En ja, gaat dat soms wat, wat beter? Hier ga ik kijken of ik de compositie uh, vind, goed vind zoals die is. En dat vind ik dus. Ik ga beginnen met het vastplakken van mijn foto's. Um, Zometeen op het einde plak ik ze nog even extra vast met wat lijm. Omdat zeker die onderste foto op heel veel um, structuurpasta uh, geplakt wordt. En dat plakt met dubbelzijdig tape niet altijd even goed. Ik werd helemaal gek op mijn bureau van alle troep. Dus die heb ik even snel opgeruimd. En uh, dat heb ik even in de speedmodus erin laten zitten. En er hoorde natuurlijk een heel grappig muziekje bij. Dus dat heb ik eventjes <laughs> even toegevoegd. Het is maar waar je, waar je lol in hebt, toch? Ik um, besluit al mijn embellishments uh, op mijn pagina neer te leggen. En um, ik ben nog niet helemaal tevreden. Want dat, uh, dat, ja, dat pingwingetje vind ik heel erg leuk. Maar wil ik graag dat die volledig zichtbaar is. En dat briefje natuurlijk ook. Ik had een stempel geplaatst op dat uh, zwarte stempelafdrukje uh, rechts, onder in de hoek. Uh, maar dat vond ik niet mooi, dus dat bedek ik met een, uh, een hartje en een houten um, briefje. En dat briefje, dat, uh, ja, dat heb ik al heel lang in mijn uh, stash zitten. En dat kwam nu natuurlijk ontzettend goed van de pas. Um, want er zit een, een hartje ook nog bij. Dus ik was helemaal, helemaal toepasselijk. Ik heb een embellishmentje van een brievenbus gevonden. Het is winter, alles is roze. En het is, uh, alles past echt helemaal goed erbij. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ik heb hier nog een stempel of sticker set van uh, Doodlebug. van vorig jaar, hun Valentijn collectie. Uh, daar zitten nog twee hele kleine hartjes op. En hier plak ik nog eventjes de uh, foto extra vast. En om ervoor te, te zorgen dat alles goed blijft plakken, leg ik er wat zwaars op, in dit geval mijn uh, stans. En uh, trek ik lijntjes met een lineaal en een pen om uh, wat journaling toe te voegen. Ik weet dat ik een best lang verhaal wil toevoegen, dus ik maak best wel uh, flink wat lijntjes en ik zorg ervoor dat ze doorlopen onderin de foto. Ik dacht, laat ik eens een keer wat anders doen en met een lineaal uh, rein, lijntjes langs mijn papier maken. Maar ik vind dat toch te strak. Dus ik trek met een losse hand nog een, een scribbly lijntje erbij. Ik uh, omtrek nog wat uh, andere elementjes zoals het hartje en die halve cirkel. Aan de ene kant. En de halve cirkel aan de andere kant. En dan is volgens mij mijn um, ja, pagina klaar. Ik uh, plak hier en daar nog wat dingetjes vast. Ik ga nog wat um, niveau drops toevoegen. En nog wat element. Uh, wat aantal wat, um, En. Um, het leuke van die Nuvo Drops is dat je ze eventueel van tevoren al kunt maken. Ik voeg hier een paar uh, hele kleine ja, soort spettertjes toe in het roze. En um, dat accentueert de spettertjes in de uh, achtergrond ook. En doordat ze iets meer diepte hebben, valt het iets meer op. En van dichtbij is het, uh, is het een heel leuk effect. Van veraf zie je er niet heel erg veel van, moet ik zeggen, op de camera. Ik zie, je ziet me weinig toevoegen. En degene die ik nu toevoeg, is een soort, alleen maar een uh, beetje glitterdrops. Die drogen wat doorzichtig op. Um, dus die heb ik van tevoren al een paar keer gemaakt op een craft En dan kun je ze daarvan afhalen. En ik plak ze dus vast met dezelfde um, Nuvo-drops. En op die manier uh, zie je er geen uh, um, rommeltjes meer van. Dus, dit is mijn pagina geworden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik vond hem super leuk om te maken. En ik hoop nog veel meer uh, mixed media pagina's uh, te gaan maken en dat ze steeds mooier en steeds um, meer vol zelfvertrouwen zitten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens!